Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Misschien is dit de laatste aflevering van Galaxy, we gaan het zien. Ik ben hier met Sander van Gaming is B. I do being Sandering. Van Gaming is Being. Kan die? Ik start nu de tijd. Sandering, weet je dat jij in jouw kanaalnaam gewoon een Engels leenwoord hebt? Ja, weet Gaming. Dat is niet waar, want het is een Engels woord natuurlijk. Het is een Engels woording. Het is geen leenwoording, jammer genoeg. Dat was wel nog zieker geweest, maar ja. We gaan bouncing down K-Lane. Oké. Revenge of Did the Did you already song. Bouncing down the caking lane? Ja. Nou, ja, dat kan. Ja, dat kan. Bidu. Maar dat kan toch niet, miljoen? Nou... Hoezo gebeurt het dan? Magische poeder. Nou, dan kan het dus wel. Met magische poeder wel, maar het kan wel, anders dan gebeurt het. Vermeend. Nou, en dat was wat ik al dacht dat jij zou gaan zeggen. Mooi. Echt jongen, als we dit over een paar jaar terug zien, dan denk je echt van, what the fuck hebben we er de hele tijd over? Ik denk ook oprecht. Dan denk jij, oh, dat was die ing-fase. Dat was de ing-fase. Dat is zo erg, ing. Nee, maar dan... Dan baal ik ing wel, waarschijnlijk. Zo van, ik had zoveel met mijn content kunnen doen en nu doe ik dit. Waarschijnlijk. Hey, ik zei jumping. Jumping? Jump styling. Hey, yo, jump. Jij dacht ook aan jump styling? Ik ook. Ja. Al. Er was één zo'n zieke video waarin SpongeBob ging jump stylen in de krokante krab. Er was ook een zieke video dat. Hoe ging het ook alweer? Dat Lego ging jump styling. Oh, echt? Die ken ik dan weer niet. Ken je ook trouwens, dat doet me denken. Want ik had het hier laatst ook met iemand over. Maar ken jij de Chinese SpongeBob intro? Nee. Dat is zo raar. Like, het is SpongeBob. En ik denk dus dat het een fanmate is en dat het een soort meme is. Want ik neem aan dat het niet acting is. Oké. Okay. Maar het is een SpongeBob met een bepaald hoodie op. Wat blijkbaar Chinees is. Ah, het is heel freaky. Je moet okay. Het gewoon zien. Het is niet uit te leggen, gewoon naast. Is het zelfs een beetje persisting? Wat? Is het een beetje racistisch ook, of dat niet? Xenofoob zou ik dat willen noemen, maar ik snap wat je bedoelt. Wat is xenofoob? Dat is specifiek naar richting Chinese. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee? Nee. Ik heb ook wel eens racistisch gezegd. Ik krijg van die mensen die zeggen... Nee, dat is eigenlijk is dat xenofoob. Ja, ja. Want Chinees telt niet als een ander ras, denk ik. Schijnbaar. Nee, maar wat dat betreft zijn mensen met een andere huidskleur, zeg maar, dan toch sowieso geen ander ras. Want je bent toch altijd een mens? Dat is toch ja, een ras? Daarom. Het is heel crazy. Hoe kom ik daar overheen en waarom maak ik mezelf steeds dood? Daar heb ik al eens het antwoord op gegeven. Magische poeder? Boy, yo. En je weet het gewoon en dan ga je nog lopen zeuren. Oh, wat, dat was echt het antwoord? Ja. Ik dacht gewoon, oké, wat is een antwoord wat Milan zou kunnen geven in mijn leven? Toen dacht ik aan magisch in poeder. Nou, dan heb je helemaal gelijk in Xenoring. Maar gooding. Ik weet dus niet... Oh, ik had er gewoon... Ik hoefde er niet op, ik hoefde er gewoon langs heen. Ja, dat had ik jou kunnen vertellen, maar dan... Ja? Dan help ik je veel. Waarom doe je dat, Nienink? Nu ben ik dood. Doding. Maar Sander, weet je, ik bedacht me later. Weet je waarom jij me ook gewoon nog kan inhalen met Odyssey? Nou. Stel je wint met Odyssey, hè. In Odyssey heb je superveel manen. De kans dat jij het verschil terugwint met manen, zeg maar, is groter dan
gewoon met zo'n game, zeg maar. Ja, maar... My Landing. Wat ik is er stand van, yeah, maar... Jij moet één ding van mij waiting. Wat moet ik van jou waiting? Nou, ik ben geen speedy guy. Oh, van ja. Mario. Yo, dus jij gaat sowieso sneller zijn. Dus we moeten na Odyssey moeten we maar gewoon weer een Pokémon doen. Nou ja, ik vind het best. Ik denk dat ik daar meer kans maak en daar maak ik ook al bijna geen. Je vindt het gewoon leuk om met me op te nemen, dat is het. Ja, dat zeker. Maar dat betekent niet dat het altijd winning is. En dat hoeft ook niet. Ik hoef ook niet winning. Maar altijd verliezen. Je zou het graag willen, maar helaas niet. Ja, misschien moeten we dan toch maar weer eens een cage match proberen. En dan misschien kijken of we toch de emulators met elkaar kunnen joinen, zodat je echte cage matches kan doen, zeg maar. Dat zou wel ziek zijn. Maar daar kan ik wel eens induiken. Ja, maar dan moet je al later dingen gaan doen waarvan de... Nee. Dat kan misschien ook wel met Black and White. Ja, denk je? Ja, ik ga het in ieder geval proberen. Maar als we Black and White Cage Lock doen, dan moeten we sowieso de eerste doen en niet de tweede. Dat weet ik. Dat heb ik van de vorige keer geleerd. Nee, wat is dit? Magische poedering. Daar zoek je al de hele tijd naar. Dat was gewoon dood. Oh. Dat was gewoon voiding. Dat was gewoon geen skelting. Niet te verwarren met avoiding. Nee. Sorry. Oeh, kabeboer. Had jij die ding gezien? Ja, ik weet eigenlijk niet of ik die naar jou heb gestuurd. Het kan goed zijn dat ik die niet naar jou heb gestuurd. Heb ik jou een TikTok gestuurd over Yu-Gi-Oh? Dat kan. Maar ik weet niet wanneer denk je hem gestuurd te hebben? Gisteren, denk ik. Of eergisteren. Dan heb ik hem nog niet gezien. Ik heb namelijk eventjes geen TikTok gekeken. Dus... Okay. En met eventjes bedoel ik dit weekend. Ah, oké. Okay. Nee. Ja, ik weet ook niet zeker of ik hem jou had gestuurd, maar ik vond hem in ieder geval heel grappig. Ondanks dat... Ja, ik weet echt wel wat van Yu-Gi-Oh, maar niet zoveel als dat Jordi, Nando en Paddy weten, zeg maar. Ja. Maar ik vond hem echt heel grappig. Ik kon er echt wel om glimlachen. Oh. That's it? Nou, sorry. Nee. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoelde... Is glimlach het enige wat je deed? Of nee, ik moest wel gewoon lachen. Maar als ik in mijn eentje iets aan het kijken ben, dan moet ik nooit hard lachen. Was zo'n gniffeltje? Zo? Of zo? Zoiets. Okay. Oh, dan was het toch gewoon een goede video. Ik zag laatst dus ook een video. En dat is wel een beetje... linkse indoctrination gedachtegoed van mij, maar ja, okay. Dat ging over dat ging over de ken je klimaat? That nee. Is in verandering. Nou, en daar was dan zo'n Earth Patch Note van gemaakt. Kan dan dat hier weten? Klimaat? Nee, volgens mij niet. Als je goed oplet, heb je straks geen eten meer met de klimaatverandering. Nee. Nee, maar dat was een video over klimaatverandering. En dat was eigenlijk... Deden ze alsof het een soort patchnote was. Dus allemaal mensen die gebufft werden of genurfd. Echt? Of niet mensen, maar diersoorten, zeg maar. Het was best wel funny. Ik kon er echt wel om lachen. Oké. Alleen... Het enige nadeel is dat het real life is eigenlijk. Dat het daarover gaat en dat het dus... Minder leuk is dan... Alleen... Zeg maar, het grapje was leuk, alleen het is niet leuk dat het echt is. Ja, precies. Dat is er iets minder in. Maar ja, dit is te veel linkse gedachtegoed voor de kijkertjes. Ik weet niet of dat zo is, maar... Dat weet ik ook niet. Straks jaag ik alle rechtse rakkers weg. Nou ja, weet je. Willen we die echt? Nee, dan raak ik je wel de goede mensen kwijt. Nee. Willen we die echt? Dat is de vraag. Ja. Ik niet, maar... Ik ook niet.
Dit deed ik voor een leven? Oké. Okay. Nee, ja, nee, ja, weet ik het. Wacht, waar moet ik dan nu naartoe? Ik blijf op de auto staan. Bouncing down cake lane. I am in it with some caking. Maar waar moet ik bouncing? Je houdt wel van cake, of niet? By the ocean. Noem je mij nou dik? Nee, dat noem ik zeker niet. Je zei dat ik van cake hield, gast. Ben je me nou aan het vet shaming? Je snapt ook niks. Nee, nou. Cake by the ocean. Dat is toch van zo'n liedje of zo? Ja, dat is van een liedje, maar daar bedoelen ze iets anders mee. Dit cake by the ocean. Nou, ik kan me wel iets bij voorstellen. Nou, oké. Toch heb ik een schuitje. Wat? Ik moet ook niet al die mensjes verslaan. Wat moet ik dan doen? Die magische boerderin koping. Ah, nee. Oh, dit moet ik niet doen. Oké. Moet ik al die kaarsjes uitblazen? Dat vind ik wel als een cake ding te doen. Oh, ja, dat zou best wel eens kunnen dat je dat moet doen, ja. Zegt hij alsof hij de leveltje nog niet zelf doet. Nee, ik heb een groot stuk overgeslagen, hoor. Oh. Ik dacht dat ik degene was die een groot stuk overgeslagen heeft. Ik moet gewoon een bepaald aantal sterren halen, ja. Nou, dat is mijn... That is your ID. Yes. Dat is mijn doel in het leven. Dat mag. Gelukkig maar. Sterker nog, het is zo. En niet dat iets per se hoeft te mogen om iets te zijn. Oh, ik moet eventjes zo'n spring jumping man. Spring jumping manning. Oeh, pas op. Jumping man. Zijn dat nou smarties? Deze guy? Niet doodgaan! Ik ging dood. Ik was nog zo aan het niet kreungeluiden maken in de hoop dat ik niet dood ging. Spoiler, ik ging doding. Doding, dat dacht ik alweer. Oh ja, jij wist het allemaal alweer. Ja. Tuurlijk, nee, ja joh. Nee, ik wist het ook wel, maar... Ja, dat zeg ik niet. Ik wil het nog niet toegeven. Ik was nog in de ontkenningsfase. Dat is de ergste. Ik dacht jou dat jij een leven in de ontkenningsfase was. Geen commentaar. Cake by the ocean. Ja, het werkt. Het werkt. Milan, ik wist niet dat jij zo goed was. Niet? Dat is wel raar, want je net al zo vaak met me op. Wat? Dan wist je niet dat wat zo doet deze guy? Niet wat ik wil. Wat doet deze guy? Nee, 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 oh. Mario! Nee! Mario! Oh, man, Mario! Mario, I do not liking when you go doding. Dus kun je even non doodgaan? Maar hij wil wel doodgaan, hè? Wat een crazy guy is dat. Yeah. En je moet Mario ook gewoon... Mario heeft ook gevoelens, weet je wel? Als hij wel dood wil gaan, dan laat je hem lekker dood in gaan. Ik geloof niet in gevoelens. Van Mario. Gevoelens zijn emoties. En emoties kun je uitschakelen. Wow, diep. Ik ging pittig gamen. Ik weet niet of het op de goede manier diep is, maar dat maakt niet. Mario! Op de goede manier diep is inderdaad heel anders. Je moest al lachen toen ik begon aan die zin, of niet? Wat? Huh? Jij denkt dat ik zo erg doordenk, Ing? Ja. Nee? Nou, dat valt wel mee, man. Ik ken mensen die zijn ergering. Fuck. Snap je? Nee. Dus in Engels... Oh.
Ergering? Ergering. Ja, ik ken dat niet. Nee. Crazy. Rocky roading. Rocky round the night. Sweet, sweet galaxy. Sweet Carolina? Is Carolina? Sweet, sweet galaxy. Bam, bam, bam. Good times never. Felt so good. I feel good. Nee. Die was echt heel kut. Ik Loki deserve het niet meer om te leven nu, na die grap. Loki ook. Ja. Wacht, dacht wanneer, jij dat wanneer is zoiets high-key dan? Ja, als je een hoge sleutel hebt. Dat is een sleutel naar de kelder. Of nee, naar de zolder bedoel ik. Het is echt ook precies het tegenovergestelde. Sandring is een losering. Loser boy. Ik bedoelde wel de soldering. Ja, dat maar, zegt ja. Ze allemaal. Oh, Mario, als je nou eventjes... niet zo'n vuile bitch bent. En toen ging hij dood. Auw, ah! Oké, ik heb 6 van die Living Jinx. Die zal je wel nodig gingen hebben. Wow. Ik ben nog maar 1 hit zo net hoor. Dus in principe. En die heb ik alweer terugverdiend met zo'n coining. Hij heeft een coining. Ja, maar met 3 levens had ik 2 en dan was ik ook weer naar 3 gegaan. Dus dat maakt geen verschil. Ik heb niet eens geluisterd naar wat je zei, dus het zal best goed kloppen wat je zegt. Hij luistert niet. Niet eens. Al ook nog eventjes in het Engels om het er extra in te wrijven. Je hebt me door. Lief hè? Je hebt me dooring. Doring? Dora. Dora. Dora, 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 klik op Dora. We gingen over de bergen en door het moeras. Ik heb 1 gele ster vandaag gekregen, dat is wel veel. Ik ben er trots op je. Ja. Niet vandaag, maar wel deze aflevering. Shit. Poep. Ik kan nog niet die ene laatste Bowser doen. Dat is vervelend ding. Nou, I'm moving trucking. En ik weet niet waar naartoe heen. Naar de afgrond. Dat is niet lief. Nee, dat klopt. Een erg plakkerige situatie. Oké. Okay. Very sticky situation, dat staat er. Ja, ik geloof het wel. Maar ik dacht van, stel nou dit was op de Switch. Oh wacht, het is op de Switch. Stel nou dit was uitgebracht op de Switch. Dan was het misschien echt Nederlands. Maar ik heb mijn ding, mijn Switch toch op Engels staan. Ja, crazy. Ja, dat is de shit vertalen. Niet dat jij je Switch op Engels hebt. Nee, want dat is gewoon normaling. Want normaling mensen doen dat ding. Au. Nee, ik heb hem wel ook op het Engels staan. Maar dat komt puur door Mario Super Party. Mario Party. Mario Party Superstars, hè? Niet Super Mario Party. Dat is echt een kut game. Oh ja, dat is die eerste voor de Switch. Nee, die bedoel ik niet, nee. Daar heb ik het liever niet. Kijk, ik moet meteen in mijn ogen wrijven, omdat ik er zo verdrietig van word. Snap je? Nou, krijg de tyfus! Sander, hoor je wat je moest krijgen? Je had het tegen mij? Nee, natuurlijk niet. Dat is wel lief. Ik zou niet durven. Je had het niet tegen mij? Nee. Dat is ook wel lief. Ik ben zo liefie. Eevee? Dat is een evaluatie van Eevee. Ah. Leafeon. Wanneer krijg je eindelijk de Dragon-type? Ik hoop zo snel mogelijk.
Dat is de enige die nog mist, hè? Nee, joh. Technisch gezien. Hoezo? We hebben nog zoveel types, niet? Ja, maar... Als je kijkt naar alle typings die er zijn... zijn allemaal special. Tenminste... Ah, oké, okay, op die manier. Ken je dat trucje in Gen 3? Ja, ja, ja. Als je wil weten of iets special physical is... dan moet je alle evolutions plus dragon doen. Dus ik ben ervan overtuigd dat ooit nog een dragon Eevee komt. Nou, misschien... Of ze haat ons. Of ze haat ons en er komt nooit meer een evolution. Ja, ik hoop wel dat die nog gaan komen. Wat als een nieuwe... gelijksoortige Eevee. Ik snap ook niet dat ze... Nou, het zou vet zijn als ze dan met een gelijksoortige Eevee guy komen voor alle physicals. Ja, dat bedoel ik dan ook inderdaad. Dat zou wel vet zijn. Dat zou ik wel oké vinden, hoor. Nog 4 minuten. Heel ziek. En ik ga het laatste level in. Wat? 4 minuten? Mm-hmm. Oh, dat is kut. Ik ben namelijk net een leveltje in. Maar hey Mario, ben jij Maya? Want jij bent erbij. Snap je? Nou, als er Willy erbij is, dat kan ook wel. Als hij? Willy erbij is. Dat is een vriendje van Maya. Ja, zo goed ken ik Maya erbij niet. Oh, ik ook niet, maar dat is me verteld. Wauw. Wauwing. Auwing. Bedoel ik. Oh, volgens mij had ik nog maar 1 leven. Oh, 4. Nevermind. 1 leven. Yes, it lukt, ding. En door moeras. Ja, het lukt. Ja, ja, lukt het. Nou, dat gun ik je wel. Wat doe je nou? Nou... Sorry, hoor. Nee, ik had het niet tegen jou, ik had het tegen mezelf. Oh, dat is agressief. Ja, tegen mezelf mag het toch wel. Mag het tegenwoordig ook aan doen. Je mag tegenwoordig niks meer slaan, weet je dan. Oh, je mag niet eens meer jezelf slaan en zo. Oh, ik word er zo moedeloos van, hè. Dat klopt. Al die regeltjes en alles. Ik ga zo hard uit. Maar hoeveel tijd hebben we nog? Nog 2,5 minuut. Ja, ik ga het nu toch het laatste level in, dus. Ja, maar ik ga zo dood. Oh! Oh! Dankjewel, Mario. 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 Die ken ik. The fate of the universe. Bam, bam, bam. Is in your shoulders. Ja, dat staat er niet. Hoorde je wat ik zei? Ja. In your shoulders, niet on your shoulders. Nee, in your shoulders. Je dacht al, wat is die pijn daar? Maar ja, het is die veet. Die veet die er is, dat is altijd zo pijnlijk. Ja, ik snap het ook wel. Weet je wat ik zo net zei? Ik heb nog maar 1 leven. Je hebt nog maar 0. Ik heb er nu 3. Oh. Dat is beter. We hebben wat levens. Ik heb er nu 2. Even geboerderijs gefarmd en meteen 1 verloren. Hoor je wat ik zei? Wat? Ik heb even een paar levens te zeker geboerderijd. Jezus man. Hoe kun je zo slim in zijn? Hij weet gewoon de vertaling in van boerderij van farming in. Je mist een slimpie. Dat is crazy. Kijk, weet je, soms vergeet ik ook gewoon... Sommige mensen zijn ook gewoon slim, inderdaad. Ja, als je daar niet veel soms mee omgaat, dan valt het op, hè. Oh, nog zo'n leving. I do be loving leving. Live, laugh, love. Leving. Snap je? Snap je? Dat is op zo'n tegeltje, toch, hè? Ja, dat is op zo'n tegeltje. Oh. Ik denk ik ga dood. Ja, dat zou niet mooi zijn. Nee. Maar. Nou, dat dacht ik dus ook. Toen
dacht ik, nou, de game vindt van wel, maar de game vindt ook van niet, want hij laat me gewoon niet doodgaan, joh. De game heeft niks te vinden. Oh. Oh, kijk, maar nu ik dat weet, nu is de hoop weer om mijn in mijn shoulders, was het. Auw, toen ging die dood. Ja, bij jou is de hoop in mijn shoulders, ja. Oh, tijd is om. Oming. Nou, maar ik ben nog levend. Tee, ja. Hij is nog levend. We gingen over de bergen en door de moerassen. Het lukte hem. Sander, jij had in de Max Raid Adventures in Sword and Shield, had jij toch in één keer die shiny veld al, of was dat een ho-oh? Nee, ho-oh had ik de eerste die dag, ja, in ieder geval. Dat het was niet de eerste keer dat ik ho-oh hunte, maar wel die dag in ieder geval. Oh! Bij, wat doe jij nou? Ik snap dat je bezig bent, maar nou, je hoeft ook bezig niet bijtje. Je mag wel eventjes gewoon normaal doen. Ja, maar normaal is relatief. Wat voor jou normaal is, is voor die bij misschien wel helemaal niet normaal. Nou, dat heb ik gemerkt. Dat die bij dat niet normaal vindt. Ik vind het wel een beetje bij de hand. Dat snap ik wel. Jij bent ook wel bij de hand soms. Jojo, doe eens even normaal. Wat? Hoezo? Je zegt dat ik soms bij de hand ben. Dat ben ik soms bij de hand? Nee, Willy is bij de hand. Maya is bij de hand. Zit wel het woord bij in, dus moet wel. Ja. Yo, weet je wat ik heb? Sterretje. Niet dat het nog uit, maar jij maakt zo de game kapot. Kapot? Ik ga gewoon winnen. Ik moet het kapot maken. Oh, ik dacht dat Jan game daar niet tegen kon. Kon ik niet weten. Rustig. Nee, dat kon je inderdaad niet weten. Dus maar bij mij gaan games altijd kapot voordat ik ze uitspeel. Heel gek. Zo'n rage queen ben jij. Nee. De king dan? Nee, ze gaan gewoon altijd random kapot. Kan ik niks aan doen. Kapotting. Body. Maar, you klaar? Oh, Sandering, ik ben in het laatste level van de gaming. Je mag gewoon doorspelen nu, hè? What the fuck? Dat wist ik niet. Ja, ik heb het een paar keer gezegd, maar we hebben nou al gemerkt in alle series die wij ooit opnamen dat jij niet zo goed bent in luistering. Ja, ik was zo druk bezig met mijn spelletje. Snap je dat? Nee, dat snap ik niet. Maar wat ik wel kan doen is nu het halen van magische boedering. Dat kan ook. Nou, ik wil even kijken of die er nog is. Misschien is die er nog wel. Ja. Ah, weet ik niet. Die comments gaan wel weg altijd. Dus. Na enige tijd. Als je ze niet doet, maar of blijven ze wel hangen? Nee, volgens mij blijven wel hangen. Niet hangen. Niet altijd. Deze wel. De blauwe wel misschien. Ik weet niet of het specifiek de blauwe is. We did ging overing the bearing. En ik ga nu door dat zeeing. Dat doen ze bij Dora normaal niet. Oh. Maar ik ga wel echt door de watering. Deze guy wil running. Maar hij is ook zo'n crazy guy. Nou, dat is wel waar. Oké. Hij heeft ook gewoon al direct zo'n voorsprong in. Dat vind ik niet leuk, in. Vind je dat niet leuk, in? Nee. Janken dan, Peach. Peach doobie yanking. Yankee doodling. Yeah.
Ah, fuck jou, bitch. Nou, mevrouw. Nee, niet jou. Ik hou... Nee, maar ik had het over die bitch. Shannon. Dat wil ik ook gewoon mevrouw zeggen. Oh. Weet je die TikTok nog? Ja. Maar nee, dat is wel een bitch. Nee, dat is wel een bitch. Ja, Mario, zo ga je toch nooit winnen. Snap dat dan? Dat klopt, ja. Nou, Bowser, laat ik jou eens even in mootjeshakking. Oh, in making, dacht ik dat je zou gaan zeggen. Ik weet dus niet of het ook echt sneller is. Ik denk het haast niet. Oké, dit is sowieso niet sneller. Als ik deze gewoon alleen nog kan halen, dan heb ik gewoon 45 sterretjes. En dan heb jij... Hoeveel sterren? 61 denk ik, of 60. Ik weet niet of die deze telt. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dat werkt niet als een speed boost. Fuck. De ronde. Try again. Nee, mis nou niet dat ding. Ah. Doet hij toch wel. Ja, en waar bots je nou tegenop? Tegen niks. Dit sneller dan die guy. Volgens mij kan het niet eens als je dit via de manier waarop ik het doe. Dan is het wellicht een idee om je manier aan te passen. Ja, ik weet niet hoe. Ik weet ook niet hoe je nog sneller kunt met die ding. Hij gaat daar over het land, maar ik kan hier die ring packing. Oké, ik lijkt nu wel eerder te zijn. Ja! Gotcha, bitch! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hey, past dat wel bij deze battle tegen Bowser in? Heb je hem? Nou, ik denk... Zou die nog een keer terugkomen of is dit het eind? Ja, volgens mij was dit wel het eind. Volgens mij heb ik gewonnen. Ja, zo te zien wel. Heel ziek, King. Jij hebt... En die zit niet eens in deze game. Heb je gewonnen? Ik heb gewonnen.
Ja, dan is het niet genoeg. De laatste ster is voor mijn gezicht, één. We krijgen nu zo'n, zo'n cutscene. Als ik iets sneller was, dan had ik misschien nog een sterretje kunnen halen. You got a grand star. Dat betekent dat ik 61 sterren heb om te... Ik ben geëindigd op 61 sterren. 16. Verschil. Dames en heren, bedankt voor het kijken van dit gedeelte van Super Mario Generations. We gaan de volgende aflevering beginnen aan de laatste game. Super Mario Odyssey. En ik heb er veel zin in. Bedankt voor het kijken. Ga zeker naar Sander's kanaal. Want Sander maakt ook toffe content. Kijk maar eens naar zijn stream compilaties. Of naar zijn Omega Ruby serie die heeft lopen. En dan, tot de volgende keer. Ja. Nee. Ja. Adios. Nee, ik vind het goeie. Adios.